In deze video ga ik je iets heel gaafs laten zien, namelijk hoe je OpenAI, GPT, kunt gebruiken binnen Power Query. En jouw data kan gebruiken als input om weer nieuwe data te genereren. Ik ga je dat aan de hand van een concreet voorbeeld laten zien waarbij ik de training evaluaties pak en GPT mij een advies laat teruggeven van wat wij nog verder kunnen verbeteren. En uiteraard laat ik je ook zien hoe je dat zelf ook kunt toepassen. Vind je dit een leuke video? Vergeet dan niet te liken. Dat kan hier. Of als je meer van dit soort video's wil zien, abonneer je op ons kanaal. En een comment vinden we natuurlijk ook altijd leuk. Veel plezier met deze video. Ik heb dit niet zelf uitgevogeld. Ik kwam daar niet uit. Maar ik had Matthias Halkjaar Petersen onlangs de gast in Marketis Ketten van live. En hij heeft het uh, verteld hoe je dat kan doen. En dat was een World Premiere, wat mij betreft. Ik had het nog nooit gezien. En hij gaf een heel leuk voorbeeld hoe je dat kan gebruiken voor de datakwaliteit. Wil je dat terugkijken? Klik even op de link hier linksbovenaan en dan kan je dat uh, allemaal zien. Hij heeft er ook een blogbericht over geschreven op zijn FluxBI.com website, waar je ook dus de hele code ziet die je kunt gebruiken binnen Power Query. Hij vraagt zich ook aan het einde af, ja, het is behoorlijk traag, want dan gaat het per regel gaat hij dat aanroepen, hè, dat uh, GPT. Dus wat zijn de use cases? Nou, ik werd daar wel door getriggerd. Ik dacht, ja, ik heb wel een leuke use case. Dus die ga ik gebruiken. Hoe begin je? Eerst heb je een API sleutel nodig vanuit OpenAI. Dat vind je op de website openai.com. Je gaat naar developers en overview. Je dient een account aan te maken. Dat heb ik al gedaan. En binnen jouw account heb je API sleutels. In het begin zo krijg je wat gratis sleutels. Wat gratis tijd en aanroepen. Elke keer als je deze sleutel aanroept. Hè, en dus GPT aanroept, ja, dan kan het op een gegeven moment gaat dat je wat geld kosten. Is dat veel? Nee, dat is eigenlijk heel goedkoop. Wat zijn daarvan dan de kosten? Nou, dat kun je vinden onder pricing. En je hebt verschillende modellen die je kan gebruiken. Als je het GPT-4, het laatste model, gebruikt, ja, dan ga je zelfs naar 6 cent per 1000 tokens. En één token is ongeveer 0,75 woord. Maar in ons voorbeeld gaan we deze gebruiken. Dat is een veel snellere. Nou, daarom met ook Turbo. Maar die kost maar 0,2 cent per duizend uh, tokens. Dus die kunnen we hartstikke mooi ook gebruiken straks in Power Query. Wat ik uiteindelijk dus ga doen, is dat ik een advies ga krijgen vanuit GPT. Op basis van feedback van deelnemers in de afgelopen weken. Waar we nog eventueel zaken kunnen verbeteren. Dit is waar ik naartoe ga werken. Ik heb hier een dataset met de laatste evaluaties en ik ga de Power Query eerst. En ik heb eerder al in een parameter even mijn sleutel neergezet die ik net in OpenAI heb aangemaakt. En nu openen we een nieuwe query, een blank query. En dan plakken we de code in in de Advanced Editor van Matthias. Dus dat is deze code en die plak ik hier in de Advanced Editor. Je ziet dus hier dat ik mijn API sleutel mee moet geven, dus ik ga verwijzen naar mijn parameter. Dat doe je door hier te verwijzen naar de naam. En zo. Je ziet hier dus hier ook dat die die turbo versie aanroept, dus dat is prima. Dat scheelt weer in de kosten. En ik doe dan. Je kunt dat gelijk testen. Je kunt hier namelijk een prompt neerzetten en dan kijken of die API goed wordt aangeroepen. En ik ga een beetje vreemde vragen stellen. Wat is de hoofdstad van Amsterdam? En ik doe invoke. Hij heeft er dus al gelijk een functie van gemaakt. Hè? Je ziet dat dan dat F. -je. En hij zegt, ja, Amsterdam is zelf een stad en heeft daarom geen hoofdstad. Dat lijkt goed te gaan. Hij lijkt hè, terug te komen met een mooi antwoord. En dat komt dus vanuit dat GPT-model. Nou, omdat dit een functie is, en ik ga dat even hernoemen. Maar GPT. Kan ik ook die functie gebruiken in een nieuwe kolom. Dus ik heb hier een tabelletje met. Wat evaluaties. En ik heb het even gefilterd op degene die mij een suggestie hebben gegeven, wat kan er beter? Nou, let wel, we hebben duizenden duizenden mensen getraind. Dit is gefilterd op de laatste drie maanden van mensen die een suggestie hebben gedaan. Ik heb bewust dus 22 rijen even genomen, omdat het niet heel snel is die aanroepen. Hij gaat voor elke rij opnieuw die API-sleutel aanroepen. Dus dat duurt natuurlijk al even. Ik ga nu een nieuwe kolom toevoegen. En dat doe ik met invoke custom function. En ik zeg: ik wil dat je mij een advies geeft wat ik op basis van deze suggestie van die deelnemer nou beter kan doen. Dus ik noem die even advies. Dat is de kolomnaam. En ik gebruik die functie. Maar in plaats van zelf wat te tikken, ga ik nu zeggen van deze tips heb ik. Dat, dat is in het evaluatieformulier ingevuld. Die kolom gebruik ik als prompt. Ik druk op oké. Okay. Hij gaat dat gelijk nu doen, maar ik ga dat even stoppen door gewoon te klikken op even de vorige stap. Want ik wil namelijk eerst nog iets meer context meegeven aan mijn vraag. Want alleen maar he, dit plakken in de prompt, dat, ja, dat, is niet, uh, dat is niet helemaal wat de bedoeling is. Maar ik wil iets meer context meegeven aan mijn vraag. Dus niet alleen maar, nou, dit is wat we van de deelnemer terug hebben gehoord. Nee, ik ga zeggen door hier. Een stukje tekst voor te zetten voor deze kolom. Gedraag je als een professionele trainer, zei mij. We hebben zojuist de hierna volgende feedback gekregen van een deelnemer aan onze Power bi training Welke adviezen heb je voor ons om op basis van deze feedback te verbeteren aan de training? En dan zeg ik nog een keer expliciet: het maakt niet uit als je soms wat dingen dubbel zegt. Dit is de feedback. Dubbele punt. Aanhalingstekens, en met een en passant zeg ik daarna van: neem die feedback van die regel en neem die mee naar GPT om daar een advies over te schrijven. Doe dan. En nu wachten we even af. Ja, dit kan even duren. Ik zal wel even bijhouden hoe lang het uiteindelijk geduurd heeft. Dan kom ik daar zo op terug met hopelijk. Mooie adviezen per rij in een nieuwe klok. Nou, dat duurde in totaal best wel nog langer dan ik dacht, eerlijk gezegd. Ongeveer 16 minuten voor 22 rijen. Dus ga daar slim mee om. Maar laten we eens even kijken wat voor antwoorden er terugkomen. Vooraf afstemmen van koffiepauzes. Oké, okay. en dan komt hij met suggesties. Plan de koffiepauzes vooraf. Uh, laat ze zelf de timing bepalen. Het kan verschillen per groep. He, wat de koffiepauze behoefte is. Dus onderzoek dat. Dus je ziet op basis van één klein feedbackpunt. Geeft hij weer drie adviezen hoe je daarmee kan omgaan. Nou, ik vind dat hartstikke leuk en interessant. Hier zie je dat iemand zegt van ja klassikaal. Ik had het toch liever uh, uh, zelf via u-learning gedaan. Nou, power-up hebben we natuurlijk ook. Um, het lijkt er ook op alsof hij echt reageert op de deelnemers. Ik ga twee dingen doen om dit te verbeteren. Ten eerste ga ik alle suggesties die gegeven zijn... ga ik in één veld zetten. Zodat ik maar één keer die API hoef aan te roepen. En ten tweede ga ik hem nog iets... preciezer maken qua prompt. Want ik wil dat hij mij advies geeft en niet per se... Een netjes een mail terugstuurt naar de deelnemer. Ik ga een stap toevoegen om... al mijn tips... in één... cel te krijgen. En hoe doe ik dat? Nou, ik ga eerst... alleen maar die kolom ga ik nog iets mee doen. En ik zeg insert... En ik zeg, ik wil alleen maar de tips van de verbetering hebben. En ik wil dit in één veld hebben. Dat kan ik in twee stappen doen. Ik kan eerst een transpose gaan doen. Ik doe een insert weer. En daarna zeg ik, voeg al deze kolommen samen. Dus ik kies kolom 1 tot en met 22 in dit geval. En ik zeg merge columns. Separator. Laten we eens een custom doen. Want misschien kunnen we dat zelfs wel meegeven aan het prompt straks. Dus laat ik een separator doen die niet heel vaak in tekst voorkomt. Vier hashtags. En ik zeg hier: totale feedback. Dus hier hebben we nu alle feedback staan vanuit alle deelnemers. De volgende stap gaat nu mis. Hè, want die kolom bestaat niet meer. Dus ik doe even eerst in de advanced editor. Ik ga aan het einde ga ik zeggen: geef. Ons, en omdat ik nu de hele tekst heb, een top 5 van adviezen die wij als trainer kunnen verbeteren. Ik doe dit kort en krachtig in 5 bullets. En ik zeg ook niet meer: het is van één trainer van de deelnemers aan onze training. Elke feedback. Elke individuele feedback is. Bescheiden, via en dan ook deze. Dat geef ik toch even mee als instructie. Tot slot moet ik hier de kolom natuurlijk even veranderen, want deze kolom heet nu totale feedback. Feedback. Oké, okay. geen fout ontdekt, dan. Nu gaat hij opnieuw dus die aanroep doen, maar nu. Op basis van de totale feedback. Dus nu hoeft hij maar één keer die API aan te roepen. Dus hopelijk is hij nu in een minuutje klaar. Dat ging al een stuk sneller. Hier zien we dus de vijf adviezen. Je ziet dat hij alles in het Engels heeft gedaan. Nou, dat kan ik natuurlijk in de prompt ook aanpassen. En in het Nederlands. Zo, dus zo kun je spelen, net als met ChatGPT, met het prompt: de exacte vraag die je stelt. Nu krijg je dus wel een Nederlandse advies terug. En eigenlijk best wel goede adviezen. Dus duidelijke vereisten, Excel. Nou, dat doen we op zich wel. Focus op de vaardigheden, goede balans. Meer oefeningen. Oké. Okay. En organiseer groepen van gelijk niveau. Ja, dat is inderdaad altijd de grootste uitdaging van de trainer. Um, ik doe close and apply. En het kan dus zijn: omdat het, ja, het blijft tekst die gegenereerd is. Dat elke keer als jij je dashboard bevestigt dat hij net weer even met andere adviezen komt. Dat kan heel erg goed, zou dat kunnen. Nu kan ik natuurlijk dat advies. Kan ik, en, 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 ik zag dat het het beste werkt eigenlijk als je gewoon een simpele tabel doet. Die kaart gaat iets weer centreren en ziet er niet mooi uit. Maar gewoon in een tabel. Ik kan de values nog wat groter maken. En dit is natuurlijk wel een mooie samenvatting van. Dit is het advies van de afgelopen drie maanden. En ik zou dat prompt nog kunnen aanpassen. Zeg begin met op basis van de feedback van de laatste drie maanden. Is dit het advies? Dubbele punt. Hier zie je bijvoorbeeld na een refresh weer nieuwe adviezen verschijnen. Ik heb ook geprobeerd trouwens om het op Power BI Service te zetten. En een daar te laten refreshen. Maar dat is me nog niet gelukt. Ik kon nog niet de instellingen vinden waarmee ik dat voor elkaar krijg met die API. Mocht het jou wel gelukt zijn. Laat het me even weten. Nou, je ziet al. Hartstikke gaaf om eens mee te spelen. Denk goed na van het aantal rijen wat je meegeeft. Want ja, een minuut per rij is best wel lang. Dus dit was een leuke shortcut om dat toch werkend te krijgen. Laat me ook weten wat jij ermee gaat doen. En hopelijk wordt de API in de loop der tijd steeds sneller. Wat je aan input aan het model mee kan geven, wordt sowieso steeds groter. Want er is nu een nieuw model net uit, bijvoorbeeld voor GBT4, waarbij je 32.000 tokens kan meegeven. Dus ongeveer 28.000 woorden. Dus dat wordt al serieus. Maar dat kost dan ook wel weer duurder om die aan te roepen. Dus ik hoop dat je het interessant vond. Zo ja, geef even een duimpje. Bedankt voor het kijken. Hoi.